Want verder, Jacques Lemmens is, ik zei het al, hè, het gemeentemuseum in Weert is de expositie over Joodse onderduikkinderen. Jacques Lemmens heeft de expositie samengesteld. Welke verhalen komen er tegen? Ja, het zijn de verhalen van overlevenden. En het zijn heel bijzondere verhalen hoe ze aan de dood zijn ontsnapt. Vaak zijn de ouders vermoord. Zusjes, broertjes, afzonderlijk ondergedoken. Sommigen hebben overleefd, anderen niet. En we wilden graag dat laten zien, middels een lezingencyclus, ja, dat de mensen zelf nog één keer hun verhaal kunnen vertellen. En er wordt een relatie met Weert, en dat is een heel nieuw gegeven. Ja, en wat is je relatie dan? Het was volledig onbekend dat er in Weert ook Joodse onderduikkinderen hebben gezeten. Mm-hmm. Eentje wisten we wel, maar de andere niet. Maar we hebben dus ongeveer 10 keer uiteindelijk de oorlog overleefd. Bij de bevrijding van Weert zijn die boven water gekomen. Dat heb ik vorig jaar is dat pas ontdekt. Ja. Toen heb ik contact gezocht met een aantal kinderen. Ik heb er 3, heb ik er ook teruggevonden, die nog leven. Ja. Nou is het zo dat, je zegt, er worden ook lezingen gehouden tijdens de expositie. Onder andere van Jacques Aldewereld. Ja. Oftewel... Henk Muis, ja. Want dat is uw onderduiknaam, als het ware. Dat klopt helemaal, ja. Want even in het kort, u bent in Amsterdam geboren. Ja. En u was een half jaar en toen zijn uw ouders vermoord. Ja, mijn ouders zijn vanuit Uithoorn, waar ze gewoond hebben, verraden. Zijn daardoor naar Amsterdam in de Schouwburg terechtgekomen. Ik ben als baby in de crash terechtgekomen. En we weten het allemaal, pas geleden heeft die film gespeeld van Walter Suuskind. En daar ben ik in de kinderen van. Ja. En ik ben door een verzetsorganisatie van jonge mensen van 17 jaar, en de oudste, de leider, was 27, weggesmokkeld uit die crash naar Brug, waar ik nog steeds woon. Ja, dus we hadden het voor de uitzending heel eventjes erover. Dus eigenlijk, als dit allemaal niet gebeurd was, dan zou je niet zo Limburgs praten als je niet zo spreekt. Dat rolde ik misschien meer met de R. Ja, denk ik. Maar ik ben trots op deze, op het Limburgs. Ja, want hoe oud waren uw pleegouders toen ze u kregen? Dat weet ik niet precies. Dat weet mij, maar mijn pleegouders waren kinderloos. En door een gereformeerde predikant van de gereformeerde kerk uit Trebik, die kon zijn schaapjes wel. En zodoende ben ik bij de familie Muis terechtgekomen op de Venweg in Brunsum. En daar ben ik opgegroeid. En zij hebben mij ook mijn hele leven geholpen, ja, verzorgd, tot wat ik nu ben. Okay. We gaan er zo meteen uitgebreid over verder. Eerst even terug naar de opening van de expositie gisteren in het LA Nieuws. Dit schilderij is min of meer het middelpunt van de tentoonstelling. Afgebeeld is Silberenberg en zijn zusje ondergedoken op een schip. Wij konden daar niet op het schip lopen of rondgaan, want dat schip werd steeds bezocht als een soort winkelschip door allerlei mensen en wij mochten niet gezien worden. Dus wij zaten onder in de hel van het schip. Samensteller Jacques Lemmens de kinderen van toen, die inmiddels hoogbejaard zijn, nog één keer de kans geven om hun verhalen met het publiek te delen. Intense verhalen, zoals het verhaal achter deze bar mitzwa in 1942. Een half jaar na het maken van deze film zijn de meeste mensen die te zien zijn gedeporteerd naar Auschwitz. Ook de ouders van Herman Silberenberg hebben de oorlog niet overleefd. Hij verwerkt zijn trauma's door te tekenen. Ja, maar dat is altijd mijn manier van uiten geweest. Want ik was door die oorlog, en hij kon ik nauwelijks schrijven. Ik tekende toen al als kind, tekende ik alles. Ja, dus natuurlijk is dadelijk de doordraad, denk ik, weer op 4 mei. Maar de spoeling wordt natuurlijk veel dunner van mensen die het uit de eerste hand hun verhalen kunnen vertellen, hè? Ja, dus de oudste die ik heb teruggevonden, dat is een pater, Reichenbach. Die is uit 1929, is nu 82. En Jacques, die is de jongste, die is uit 1943. En ertussenin zijn een aantal mensen die nu tegen de 80 lopen, die dat verhaal in de Weert komen vertellen. Ed van Tijn, Eef Polak, Hans van Gelderen en... is er ook Herman Silberenberg. Ja, maar over, je bent historicus, hè? Dus over een jaar of 20-30, dan zal er uiteindelijk niemand meer overblijven. Wat gaat dat betekenen voor... Nou, dit verhaal werkt wel door. Kijk, er zijn nu ook de kinderen van hun kinderen, tweede generatie, derde generatie, die dezelfde zoektocht nog wel steeds doen, die Jacques ook gedaan heeft op latere leeftijd. Dus dat verhaal houdt nooit op. Dus geschiedenis moet je wel iedere keer opnieuw uitvinden. En de juiste bronnen aanboren, dan is er ook nog heel veel materiaal te vinden. Ja. Dus ik denk niet dat het daarmee ophoudt. Maar de directe getuigenissen van de mensen die het zelf hebben ondergaan,
Ja, dat is binnen nu een 10 jaar is dat afgelopen. Ja, want hoe is uw zoektocht verlopen als het ware? Nou, mijn zoektocht, dat is een hele geschiedenis. Ik bedoel, ik ben als kind, als baby op de Venweg terechtgekomen. Ik ben opgegroeid in de Venweg bij toen voormalige Limburgertrein. En wij speelden daar voetbal of knikkerden en dan maakte ik wel eens een goal of ik knikkerde mee. En dan werd ik uitgescholden voor Jood. En ik wist helemaal niet wat een Jood was, want dan liep ik jankend naar huis toe. En mijn pleegouders, die dat schatten van mensen voor mij zijn geweest, vroeg ik dat dan. Maar mijn vader probeerde me dat kinderlijk te vertellen, maar dat duurde me te lang. En ik rende weer naar buiten toe en ik ging met de jongens knikkeren of voetballen. Ja, maar door de jaren heen ben ik wel op zoek gegaan. Ik kan u in kort vertellen dat ik nou ook zelfs nu weet wie mijn ouders verraden hebben. En weet wel wie mijn ouders verraden. Ik was alleen 14 jaar te laat. Want Waarvoor? Voor die man te ontmoeten, dat was een Nederlandse politieagent. Die heeft met de Duitsers samengewerkt. En die vertelde mijn broertjes, maar dat, de tijd is kort. Ze waren op straat voetballen in Uithoorn, want ik was nog niet geboren. En die overvalwagen die zijn de straat ingekomen. En daar stond een Nederlandse politieagent bij. En die, dat zijn Joden. En ze hebben ze opgepakt. En mijn vader heeft dat gezien uit huis. Is de straat en is er ook in. Die man had zijn dag van zijn leven. En ik ben door de jaren, want die kreeg dat betaald. Ik ben door de jaren gaan zoeken. En ik ben in Uithoorn terechtgekomen. En ik heb daar met de burgemeester in het gemeentehuis hebben wij een gesprek gehad. En toen zei de burgemeester was toevallig nog oud met een meisje uit Ulestraten, Limburgse dus. Ja. En die zei van luister, wat gaat u nu, u komt 14 dagen te laat, want die agent is 14 dagen geleden overleden. Wat had u gedaan als u nog leef had? Nou, ik was er naar gegaan en ik had gebeld en ik had me voorgesteld, hier staat Jacques Alderwereld voor u. Meneer, u kunt me geloven of niet, die man had vanzelf een hardeval gekregen, had ik niks aan hoeven te doen. Want dat had hij niet verwacht, dat er nog een Alderwereld over was gebleven, terwijl die de rest naar Sobibor heeft gebracht. Dat wist hij niet. Toen zei de burgemeester, ja, maar zijn kinderen die wonen wel in Uithoorn. Wat zou je dan doen? Ik zeg niks. Helemaal niks. Want wat de vader doet, kan ik de kinderen niet verwijten. Dat is hetzelfde als je SS'ers hebt, waar de kinderen van zijn, die mag je nooit erop aanrekenen. Want dan maak je dezelfde, en dat zal ik ook nooit doen. Ja. Dat zal ik ook nooit doen. He? Want dat kan niet. He, ik bedoel, er zijn zoveel voorbeelden te noemen. Nee. Dit mag niet. Nee. En dat doe ik ook niet. Maar ik, die agent die had ik wel graag gesproken. Ik had ook niks te zeggen. Ik zeg, hier staat Alderwereld. Die man die komt, de familie Alderwereld. En die heeft gezorgd dat zij van via Uithoorn naar Amsterdam, dat ghetto van Amsterdam, waar die Joden allemaal samen moesten komen, allemaal getransporteerd werden naar het oosten. Ja. En mijn familie is vermoord. Ze zeggen ook wel eens, ik heb laatst eens een professor horen praten. Die zegt, die mensen zijn allemaal omgekomen. En toen heb ik de vinger opgestoken. Ik zeg, meneer, kunt u mij dan vertellen, zijn die gevallen met de fiets? Of zijn ze ergens tegen opgereden? Ik zeg, dat woord mag u helemaal niet gebruiken. Ja. Ik zeg op de scholen, er is geen één homo. Er is geen één Jehovah getuige. Er is geen op alle scholen. En ik hoop dat ik gebruik mag maken om daar reclame, dat ik de jeugd dat kan vertellen. Want die hebben het nodig. Er is niemand in de oorlog omgekomen in de concentratiekamp. Die mensen zijn allemaal vermoord geworden. Ja. Maar het is zo, u vertelt dit verhaal ook op scholen aan kinderen. Hoe reageren kinderen eigenlijk? Meneer, Jacques heeft het meegemaakt, die heeft erbij gezeten. Of ze nou 12 jaar zijn of ze zijn er 18. U kunt een speld horen vallen en morgen sta ik op het Romboot en woensdagmorgen op woensdagmiddag. Ja, moet ik zeggen, verkeerd. Morgen vroeg sta ik in Brutsum op het Romboot College en dag daarna ook, even de tijd. Ja. En daar kunt u een speld horen vallen. Ja, dat is goed voor. En of er nou 20 leerlingen in de klas zitten of er zitten er 200, daar hoort u een speld vallen. Ja. Van door de jaren heen, wat weten u wel van uw ouders? Niets. Bijna niets. Heeft u ook geen mensen ontmoet die uw ouders gekend hebben? Ja, natuurlijk. Ik heb op een gegeven moment. Kijk, mijn zus. Want u heeft ouders en broers. En met hoeveel kinderen waren jullie thuis? Fanny was er twee jongens, vier kinderen. Vier kinderen. En mijn zus die heeft dat overleefd. En mijn zus, dat wil ik toch wel even vertellen, die heeft ondergedoken gezeten in Geverik. Bij Vliegveld Beek. Ja. En die mensen waar zij heeft ondergedoken, die hebben mij ook benaderd. Van, wij zouden nog eens graag met je zus in contact willen komen. Maar mijn zus,
Haar eigen kinderen vertelden zich niks over haar. Niets wou ze weten, mij ook niet. Het was zelfs zo, zij woonde in Engeland. Want hoeveel ouder is uw zus dan u? Die was een jaar of zeven ouder. Die heeft dat meegemaakt. Ja, en dat wist, ja, ik wist dat wel, maar ik kon dat niet begrijpen, omdat ze niks vertellen wou. He, want ze, niks. Dus als iemand niks vertelt, moet je het zelf uitzoeken. Nou, ik heb dat gedaan. Ik wist dat mijn ouders in Uithoorn gewoond hebben. Ik heb in de krant een stuk laten plaatsen. Die mensen zijn zich te barsten geschrokken. Met het resultaat dat wij naar Uithoorn zijn geweest. En ik dacht, we krijgen een kamer. Want ik wou inderdaad, wat u mij vroeg, ik wou weten hoe mijn ouders waren. Ik wou weten hoe mijn broers waren. Dat kan je vragen aan die mensen waar zij mee gewerkt hebben. Wij zijn naar Uithoorn gegaan. Ik dacht, dat wordt een huiskamerproject. Nou, ik had me vergist, want mijn broer, die ik dus ook nooit gekend heb, die heeft gevoetbald in de voetbalclub als jongen, zijnde van Uithoorn. Ja. En archivaris van die gemeente, die heeft ze in de papieren gaan zoeken. En die vond een clubkaart van mijn broer. Die heb ik, ja, zoveel bij. Die heb ik gevonden. En er waren buren, bijvoorbeeld. Mijn ouders hebben staf gegeven. Daar staan ze. Ja, maar u heeft dat ook laten zien. Er is zelfs nog een briefje van uw moeder erop, hè? Ja, die hebben dat. Ja, wat staat erop? Nou, ze hebben dat afgegeven. Het komt zich hierop neer. Dat is waardevol voor hen geweest. Ze hebben dat afgegeven en hebben gezegd, luister, als wij terugkomen, hadden we dat graag. En mijn ouders zijn nooit meer teruggekomen. En deze mensen hebben dit en andere spullen, wat ik mee heb gekregen toen, hebben dat jarenlang bewaard. Ja. En toen ik in Uithoorn kwam, kreeg ik dit. Dat was voor mij emotioneel. Dit laat ik ook niet naar zien, want ik ben bang dat het kapot gaat. Ja. Dit is uniek. U heeft een uniek gebeuren vanmiddag, want nog niemand heeft dit gezien. Ja. Jacques, u heeft met meerdere mensen gesproken die, ja, soortgelijk kan ik niet zeggen, hebben meegemaakt. Maar dit soort verhalen, daar heeft u heel veel mee, bent u veel mee bezig geweest de laatste tijd, hè? Ja, het laatste jaar sowieso. Maar goed, ik heb in het verleden heel veel onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de Joden in Limburg. Ik ben daar bijna 30 jaar mee bezig. Dus. Maar die onderduinkinderen is toch, dat is een heel, heel speciaal verhaal. En die verhalen die zijn allemaal uniek. Kinderen die uit de trein zijn gegrist en op die manier aan de dood zijn ontsnapt. Die na de oorlog, bijvoorbeeld Ernst van Gelder, die gisteren ook heeft gesproken, die pas in mei 1946 door zijn ouders is teruggevonden. Ja. Dus die verhalen zijn allemaal op hun manier uniek. Ja. En getuigen van een enorme levenskracht. Wat Jacques nu ook uitstraalt. Een enorme levenskracht en de overtuiging, dit mag nooit meer gebeuren. Ja. En we moeten dit ook vertellen op scholen, zodat de kinderen weten wat er gebeurd is. Ja. Maar het zijn in principe, voor een deel zijn het heldenverhalen, zou je kunnen zeggen. Maar aan de andere kant is het wel zo dat in Nederland het grootste percentage mensen is gedeporteerd. Ja. Nou, en dat vertelt, dat is ook helemaal terecht. Luister, u zegt heldenverhalen, dat waren geen helden. Die mensen die dit gedaan hebben, die hebben het verschillende overwegingen gedaan. Ik heb ze leren kennen. De groep die ik, waar ik door gered ben, dat waren jonge mensen van 17 jaar, meneer. Dat waren jonge... Waarom deden zij dat dan? Uit de geloofsovertuiging of tegenstand tegen maar dat zijn toch een soort heldenverhalen? Nou, ze willen het helemaal niet weten. Want wij hebben dat dus gezegd, u bent een held. In mijn ogen in ieder geval wel. Tenminste, ja, dat mag zo zijn. Ja, voor jullie wel. Generatie. Maar wij hebben met die mensen gesproken. Dan praat ik even met alle respect. Met alle respect voor alle andere organisaties die ik zelf ook niet ken, maar wel veel ervan ken. Die mensen wouden geen held genoemd worden. In onze ogen, in uw ogen natuurlijk. Die mensen die hebben ongewapend verzet gepleegd. Ja. Ongewapend. Terwijl... Meneer, in Brunssum ligt een historie, dat wilt u helemaal niet weten. Ik heb mijn nichtje van de week gehad uit Zwijndrecht. Die heb ik na de oorlog pas 2 jaar terug leren kennen. Ik wist helemaal niet dat ze nog in leven was. Mijn nichtje, we zijn door Brunssum gereden. We zijn naar het pompstation gereden. We zijn naar het... U spreekt erover op scholen en ook in deze expositie. Is dat niet heel erg moeilijk nog? Meneer, ik mag u vertellen, als ik thuis kom na zo'n dingen, na zo'n lezing, laat ik het zo zeggen, ben ik uitgeteld. Ja. En dan heb ik echt de tijd nodig. U laat zoveel emotie aan ons voelen. Ja. Het is eigenlijk ongekend. Ik bedoel, zoiets mogen we natuurlijk nooit meer meemaken. Nee. Maar waarom moet u dat? Verplicht. Waarom? Ik ben verplicht, zolang de gezondheid het mij geeft, om de jeugd te vertellen wat er aan de hand is en wat er gebeurd is. Dat men veel geleerd heeft? Nee, dan vergeet dat maar. Kijk maar naar de vorige eeuw, naar Joegoslavië. Mensen die altijd samen hebben gewoond, een geweldig, prachtig land was. Die hebben
doodslag. De buren werden vijanden van elkaar. Hè? En dat mag, het is weer gebeurd. En we proberen te waken. En we proberen de jeugd te vertellen. Laat je niet verleiden door politieke instellingen die zeggen Nederland is vol. Het enige wat in Nederland vol is, dat zijn zaterdagavondse discotheken. Die zijn vol. Gelukkig maar. Ja, dat mag zo zijn. Hè? Maar dat is ook zo. Dat is geen rommel. Daar is geen oog en ellende. Ja. Dat is plezier. Ja. Laten we het daar heel eventjes bij houden. De expositie in het gemeentemuseum van Weert is nog te zien tot en met maandag 28 mei. Dat zeg ik goed, hè, Jacques? Ja, dat is helemaal correct. Oké. Okay. Ja. Goed, zover even bedankt. We gaan iets heel anders.